Welkom in de drukste stad ter wereld, Tokio. En de komende 24 uur spelen wij hier tikkertje. 10, 9, 8. Je mag gaan. 7. Oké, het is simpel. Iedereens doel is deze 24 uur om het minste aantal minuten de tikker te zijn. Als je het minst lang de tikker was, ben je de winnaar. En dan mag je overnachten in dit luxe hotel met prachtig uitzicht. Kijk even hoe mooi, man, hé. Maar degene die het langst de tikker was, moet slapen in het goedkoopste hotel van Tokio. 3, 2, 1. Hier kom ik. Hé, blijf wachten! Tijd om te beginnen, lieve mensen. Ik zie dat Jannik nog het dichtst in de buurt is. Dus ik ga gewoon hem achtervolgen. Gewoon kijken of ik hem snel kan vinden. Tussen al deze mensen. Ja, ik kan op mijn telefoon de locatie van de andere drie zien. Want iedereen heeft een tracker bij zich, waarmee de tikker, in dit geval ik dus, altijd kan zien waar de andere drie zijn. En met behulp van deze tracker lukt het ons om elkaar flink op te jagen. Nee. Dus ga maar even goed zitten voor deze video, want dit wordt echt een movie. Een movie! Hij is ook wat langer dan normaal, omdat er zoveel gebeurde in deze 24 uur. Dus pak wat lekkers te eten, drinken, Charlie's bijvoorbeeld. En geniet van een van de meest epische video's die ik ooit heb gemaakt. 24 uur, wat ga ik doen, man? Shit. Wat is het volle? Mocht je trouwens afvragen waarom we deze mooie mutsjes hebben. Nou, de tikker mag dus de muts altijd afdoen, want dan val ik minder op. Andere drie moeten hem oplaten, zodat ze makkelijk te spotten zijn. In deze mensenmassa is het al moeilijk genoeg, laat ik het zo zeggen. Wauw, het ziet er echt dom uit, man, met die muts. Gewoon zo lopen door de stad. Niemand moet me zien, hoor. Het draait als een dorpsgek. Hey, fuck, Jannik is ineens wel ver weg. Ja, het leuke is dus, ik moet hun natuurlijk tikken, maar het kan ook zo zijn dat ze gewoon naar mij toe komen lopen. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Jannik maakte alvast plannen voor vanavond. Misschien gaan we vanavond ook even naar de club. Het grijze gebouw is de club. Jojo begon langzaam te beseffen waar ze ja op had gezegd. Nee, ik voel me verloren. Ik ben nu al van kak, ik moet plassen. En Ruud dook een parkje in. Maar dat park, daar kan ik ook in duiken. Ruud moet letterlijk hier ergens zijn. Kom op, baby! Ja! Oh. 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 Wat snel. Uurtje. I got him, baby! Yes! Ik had Ruud getikt. Je weet wel, Ruud. Oh, ja, jullie kennen Ruud natuurlijk helemaal niet. Ruud, stel jezelf even voor. Ik ben Ruud, kom uit Haastrecht. Let's go! Ja, Ruud is trouwe kijker van mijn filmpjes en een trotse eigenaar van een gekkenwerk hoodie. En om hem te bedanken heb ik hem meegenomen naar Japan om mee te doen met deze legendarische video. Ik ga. Ik moet wel een beetje voorsprong geven, ja? Ja. Oké. Een kwartiertje krijgen. Oké. Okay. Doei. Let's go! Jannik ga ik als eerste even pakken. Die is hier op 5 minuten lopen. Ik wilde naar een restaurant gaan die ik hier ken, maar die is net buiten het gebied waar ik mag komen. Oh ja, bijna vergeten. Om het eerlijk en spannend te houden zijn er 2 regels waar iedereen zich aan moet houden. 1. Je moet in het hart van de stad blijven. Dat is dit gebied, Shibuya. En 2. Je moet altijd getikt kunnen worden. Je mag jezelf dus niet opsluiten in een wc-hokje of zo. De deur moet altijd open kunnen. Ik ga deze taxi gewoon pakken. Oh, en iedereen heeft een budget van 75 euro om te kunnen eten, drinken, jezelf te vervoeren of een slaapplek te regelen, als je dat aandurft tenminste. Ik had voorgenomen niet te lang de tikker te zijn. Sta je zoveel op beeld. Daar komt hij aangelopen, recht op ons af. We gaan in dat speeltuintje. En dan springen we daar doorheen, achter dat bosje. Aangezien Jannik natuurlijk geen idee heeft waar de tikker zich bevindt, komt hij nu recht op Ruud aflopen. Ruud hoeft alleen maar te wachten en toe te slaan op het juiste moment. Ja, lekker! Ik heb zo'n spierpijn, joh. Gisteren gebalied. Lekker. Ga even uitlichten. Spierpijn, deze man staat gewoon de hoek hier. Als iemand getikt wordt, blijft cameramatty Michael bij de nieuwe tikker en krijgt de ander 15 minuten voorsprong om weg te komen. Sportief, toch? Ik hoop dat hij echt zijn enkel breekt over 2 meter. Hey, succes! Jezus Christus, ik voel me echt een clown, hè? En mocht je je afvragen, wie is deze clown? Hey, ik ben Jannik, welkom in Tokio, dit is mijn stad. Ga jullie laten zien hoe het moet. Jannik woont in Tokio voor zijn carrière als model en, niet onbelangrijk, hij voetbalt. Heel veel. Dus als er iemand conditie heeft, dan is hij het wel. My revenge will be sweet. Nou, laten we het voorstelrondje dan maar meteen afmaken. Word je wel heel erg opgewonden van als je dit hoort? Hoi, ik ben Jojo. Welkom in mijn stad. Jojo is één en al plezier. Serieus, ik vond het gewoon jammer dat ik deze 24 uur niet met haar kon chillen. Kijk hoe gezellig dit eruit ziet. En dat zijn ze. Ruud, Jannik, Jojo en ik. Nog 22 uur te gaan. Showtime. Jannik was nog steeds de tikker en aangezien Ruud niet zo heel ver bij hem vandaan was, besloot hij hem terug te pakken. Ik zie hem, ik zie hem. Jongen!
Ik dacht, ik ga hier gewoon even heen. Ik moet jou pakken voordat je over die crossing gaat, man. Die crossing is met dagelijks 2,4 miljoen passerende mensen officieel het drukste kruispunt ter wereld. Geen wonder dat Ruud dacht zich hier te kunnen verstoppen. Nu loop ik nog steeds op dat kruispunt, maar nu gaan we Jo pakken. Ze moeten hier in de buurt zijn, dus 5 minuten, misschien 10. We gaan hier allemaal rondom clubs, maar als je dus hier langs loopt, dan denk je, nou, het ziet er gewoon uit als een normale ingang. Wat je dus moet weten is dat er hier een café zit. Rara, waar is de deur? Terwijl Yannick besloot om een trein te pakken richting de andere kant van het gebied, was Ruud inmiddels vlak bij Jojo, die verstopt zat in een geheim barretje. Ik denk echt 20 meter naar binnen. Maar het kan ook hierboven zitten. Proost. Van een tikkertje. Dit gebouw is het. Nu moeten we goed gokken. Ik denk dat ze hier beneden zit. Zou dat kunnen? Maar wat is de overkant? Oké, dat is hem misschien niet. Maar dit zit dicht. Hallo, sorry. Hey, tikkie! Kak, sorry! Ik zag jullie aankomen en ik denk nee! Ik zag je hier doorheen lopen. Kut man, je hebt het gevonden! Lekker pik! We waren inmiddels 3 uur bezig, dus tijd voor een FaceTime gesprekje. Ik had namelijk een verrassing. Jo staat op dit moment op 1, ik sta op nummer 2. Yannick staat op 3 en Ruud staat laatste. Nou ja, we gaan straks weer verder, maar ik heb nog even één dingetje wat ik jullie moet vertellen. Het is namelijk zo dat degene die eerste wordt, wint ook 1000 euro. En degene die tweede wordt, wint 500 euro. Doei! Ik ga harder rennen, pikkies. Moet ik ook best wel door gaan lopen? Oh ja, ik sta eerste. Dus ik ga nu achter Kelvin aan, want hij zit onder mij. Ik ga mezelf nu weer rustig verplaatsen naar het drukke gedeelte van Tokio. Want ik wil even wat drinken en wat eten. Ik moet een beetje doorlopen. Minna cycle. Oké, ik ben weer terug bij het beginpunt. Ik ben weer terug bij dat kruispunt, weet je wel, waar iedereen overheen rent. Hij is bij de crossing. Yannick, Jojo, Ruud, waar zijn jullie? Waar zijn jullie dan? Hij kan zo boven ergens zitten. Wil je even wat eten, wat drinken? Hier werd me echt duidelijk hoe druk deze stad is. Het ene moment denk je dat je veilig bent en het andere moment word je gepakt. Kijk hoe Jojo hier ineens uit het niets verschijnt. Ik zie hem al dood. Jongens, hij is er aan het rondkijken. Katja. Okay, later. Jammer, daar ging mijn 5-gangen diner. Ik besloot snel een deunetje weg te werken. Ik was de tikker, dus ik had geen tijd te verliezen. Tuurlijk wil ik een biertje van je komen. Oh ja? Ja, tuurlijk. Bedankt voor het biertje. Ja, het biertje zit erin. Inmiddels waren we al een dikke 5 uur bezig. In deze edit gaat alles super snel, maar iedereen leefde van het ene eenzame moment naar het andere eenzame moment. Uren gingen voorbij in de hoop niet getikt te worden. Ik hoop zo erg dat ik nu geen tagger tegenkom, want ik ben zo niet in de moed om te redden. Mijn poten doen pijn. Ze is daar ergens. Ja, ze staat boven op de brug, ja. Ja, okay, ik ga nu. Snel. Hey! Oh, nee! Ja! Zo! Nee! Oei! Kakzooi, ik sta hier! Wat was je van het uitzicht naar het gebied? Ik doe nou pijn, ik zie hier alles aankomen. Ja. Oh. Doei, hè? Hey, doei! Goed kijken waar de auto heen gaat. Hi, hè? Inmiddels waren we zo'n 7 uur bezig. Tijd voor een tussenstand. Even snel de tussenstand. Het is koud. Het is zo koud. Moet je meer bewegen? Ik beweeg, maar ik ga nog steeds dood. Tussenstand net gehad. Dus ik ben
eerste plaats op geknikkerd. En terwijl Jo een taxi fixte om de jacht op Yannick te openen, gebeurde er iets wat bijna onmogelijk leek. Waarom kom ik jou tegen? Ik heb hem op. Hé, wacht dan. Kom dan, naar hier. Wat doe je hier? Ja, rondje lopen. Ik ben hem echt niet. Dicht? Hoe ben je hier gekomen dan? Zoveel kom ik heb tegen. Ik heb geen van jou, hè. Als ze met z'n tweeën zijn, konden ze dat helemaal afjagen. Ja, pies. Om twee uur zie je twee boys tegelijk. Ga je niet meer zien. Lekker, man. Hé, laat hem erop. Hoe groot is de kans dat je iemand tegenkomt om twee uur 's nachts? Hè? Want we hebben geen informatie van elkaar. Wild, man. Ja, heel toevallig dat Ruud en Yannick elkaar tegenkomen. Maar dat maakt het voor jou natuurlijk wel makkelijker om ze te tikken. Want het duurt niet lang voordat... Hij is weg. Ik zag Ruud. Maar ik zag het aan zijn rode rugzak. Ik denk dat ik dat kwijt ben. Yannick loopt nog steeds op deze weg. En terwijl mijn drie tegenstanders elkaar lopen op te jagen, heb ik andere zorgen. Ik heb een blaar op mijn teen. Het is niet heel smakelijk om te zien. Dus ik kap al met veel. Terug. Jojo heeft inmiddels haar zinnen gezet op Yannick. Maar net als Ruud voelt hij ook nattigheid. Ik denk niet dat hij me heeft gezien, maar ik riep net iets te enthousiast toen ik Ruud zag. Ik ga naar de andere kant. Stinkert. Ik zweer, ik zag die cameraman. Ik ben gelijk weggerend. Ze zagen mij niet. Wil je dat ze me op die map hebben? Ik ben gedashed. Super smash dash. Waar lopen we nou ook weer? Ruud en Yannick, allebei footsie. Dus pakte Jojo een taxi richting het centrum. Yannick scoorde wat te eten, Ruud wat blarenpleisters. En ik had besloten om weer richting het centrum te gaan. Ja, ik ben weer terug bij af. Shibuya Crossing. Achteraf was dat niet zo slim, want ik bleek maar een paar meter verwijderd te zijn van Jojo. En voor ik het wist... Shiloop. Hij heeft me gezien. Holy f***. Ik zag volgens mij een van mijn medespelers. Volgens mij zag ze mij niet. Nee! 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 Ja! Oh! Oei, oei, oei! Ik ben zo blij dat ik er niet meer ben. Ik zag jou. Ja. Hey, doei. Inmiddels waren we zo'n 10 uur aan het rennen. En ik was de tikker. Tijd voor een nieuwe tussenstand. Op nummer 1 staat Yannick. Op 2 staat... Ruud. Op 3 sta ik en Jo staat op 4. Ruud is echt sterk, ik wist het. Het was inmiddels 5 uur 's nachts. De drukste stad ter wereld werd akelig stil. Met hier en daar een dronken Japanner. En in deze duisternis ging ik op zoek naar de koploper. Hier is net gepist. De man die nog maar 1 keer getikt was. Yannick. Mijn plan is om Yannick te pakken en om hem ook even gewoon... om even te crossen, weet je wel. Dat ik niet achter hem aanga, maar dat hij eigenlijk naar me toe komt. Oké, okay, he's on the move. Bro, dus ik moet gewoon niet getikt worden. Dat is gewoon de hele fatte van die gimma. Maar ik ben best wel moe. Ik zeg je eerlijk, ik loop al bijna 12 uur, 10 uur buiten, man. Jij moet extra scherp zijn, man. Geloof mij dan maar. Ze zoeken jou. Ze zoeken niemand anders. Toen ik Ruud tegenkwam aan de andere kant van het hele koude veld, toen dacht ik echt van, kill, hoe dan? Hé, toch? Nou ja, ik zag wel een stok, vriend. Hij heeft mijn locatie niet, want hij was niet de tikker. Ik zag maar een duw met een stok voor. Dit was hem, denk ik. God, dit was hem. Ik besloot stealth mode te gaan. Ik wilde niet dat hij me zag, want als Yannick me eenmaal door had, zou hij me er sowieso uitsprinten. Pak ik daar de trein naar Shibuya en dan ga ik van Shibuya direct naar Shinjuku. Dan ben ik weer helemaal aan de andere kant. Man, is snel, man. Tjok. Kut, hij is de andere kant op gegaan. Ah. Het is nu 10 voor 6. De clubs lopen leeg. Mensen zijn dronken en irritant. Dus ik ga nu naar de karaoke. En ik ga daar zitten. Kijk, het is natuurlijk een Winter Wonderland billo. 32 golfen. Elevator 5. Oh mijn god, ik ben zo blij. Ik heb een karaoke kamer voor 2 uur. 2 uur even slapen. Ik ben dood. Yes. Ik mag er 8 uur in blijven slapen. Ik ben helemaal blij. Oké. En terwijl Jojo rond 6 uur 's ochtends gaat slapen, wordt Tokio langzaam wakker. Sensei. Zo, iets licht ineens. Dat is verdomme, hè. En een nieuwe dag betekent een nieuwe strategie. Oké, let's go. Michua.
We go left. Na een turbulente taxirit zag ik Ruud lekker zitten op een bankje. Ja. Nou maar hopen dat hij me niet ziet. Kom, straight. Oké, stop. Oké, weer finish. Oké, ik zie hem zitten. Als ik nu naar hem toe ga, kak, dan heeft hij hem sowieso door. Ik wacht hem hier gewoon op. Ruud heeft hier bijna een half uur genoten van de ochtendzon, maar besluit dan toch door te lopen. En gelukkig loopt hij mijn kant op. Geen taxi, hè, nog lekker. Ja, maatje! Oei. Zag je net die taxi zo raar voorbij rijden? Daar zaten wij dus in. Nou, wel blij dat we je hebben, eindelijk. Oh. Denk je nou bij jezelf? Hey, ik zou ook wel een keer willen meedoen in zo'n gave videocalvijn. Net als Ruud. Nou, let dan even op. Zoals jullie weten ben ik mede-eigenaar van... Het beste drankje ter wereld! Charlie's. En om te vieren dat we vorig jaar 1 miljoen blikjes hebben verkocht, hebben we een nieuwe smaak gelanceerd. Namelijk Orange Mandarin. Verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet, nou, al deze plekken. Oké? Okay? Omdat Charlie's zo succesvol is, wordt het voor mij steeds makkelijker om zulke grote, epische video's te maken. Dus eigenlijk hoe beter het met Charlie's gaat, hoe dikker de video's. En om ervoor te zorgen dat ik zoveel mogelijk blikjes van de nieuwe smaak verkoop, heb ik iets bedacht. Ik bel namelijk op 16 mei aan bij een van jullie. En als jij dan de nieuwe smaak Charlie's Orange Mandarin in je koelkast hebt staan, mag je een keer mee naar het buitenland voor een monsterlijke video en win je ook nog eens 1000 euro. Dus stap 1. Ga naar de supermarkt en haal de nieuwe smaak Orange Mandarin in het waterschap. Stap 2. Mail je adres naar charlies@calvijn.nl. En stap 3. Zorg ervoor dat jij op 16 mei tussen 6 en 8 uur 's avonds thuis bent. Want als ik bij je aanbel en jij kan het blikje laten zien, win je 1000 euro en mag je een keer meedoen in een dikke video zoals deze. Als je dat wilt tenminste. We kiezen random 1 adres uit. Succes! Succes. Pak hem. Kwartiertje. Doei. Daar ging ik weer. Terwijl ik probeerde weg te komen van Ruud, had Jojo een paar uurtjes slaap gepakt. En kon Yannick alleen maar dromen van slaap. Ik ben moe, man. Sommigen gingen voor een snel ontbijtje. En anderen voor een culinair hoogstandje. Chicken nuggets? Na het ontbijt besloot Ruud achter Jojo aan te gaan. Omdat zij ook in het centrum zat. Maar Ruud weet natuurlijk niet dat zij in een karaokehokje zit. Ze zou hier moeten zijn. Ja, dat klopt ongeveer. Ze zit namelijk hier, in deze karaokebar. Heb ik daadwerkelijk karaoke gezongen? Nee. Ze moet hier zijn. Maar helaas voor Ruud. En ik denk bij de metro's. Maakt hij net de verkeerde keus. Dat zou het beste zijn, denk ik. Let's go. Want kijk eens wie rustig naar buiten kan lopen. Inderdaad, onze Jojo. Helaas, Ruud besluit om zijn pijlen op iemand anders te richten. Ik denk dat we Kelvin zo hier te pakken kunnen. Ja, ik had juist net besloten om even rustig aan te doen, want ik was helemaal gesloopt. Ik merk dat mijn benen en voeten, het is allemaal niet geweldig. Dus ik ga hier gewoon even zitten. Hallo! Oké, ja, niet mijn slimste keus, want Ruud was al onderweg om mij te tikken. Ik kan niet de hele tijd gewoon scherp zijn, weet je. Kelvin, waar ben je? Ik ga even gewoon een rustmomentje pakken. En dan nog voetbal gaan doen. En als ik hier word gepakt, hé, hey, prima. Ja, ik zie hem. Hey. Hey, maat. Ben ik blij dat jij er bent, zeg. Oh. Je ziet hoe intens gelukkig ik was om weer de ticket te mogen zijn. Hoera, zoveel zin in, woehoe. Achterkans klein dat ik nog ga winnen vandaag, maar ik wil gewoon Yannick eens een keer tikken, weet je wel. Deze dude pakt de hele tijd de trein en doet de hele tijd hetzelfde trucje. Ik wil hem gewoon pakken. Ja, Yannick had een serieus effectieve treinstrategie ontwikkeld. We gaan er weer, aha. Mijn doel was helder. Yannick de treinhopper pakken. Enige nadeel is dat de spoorwegen in Tokio niet altijd even makkelijk zijn. Ik snap hier dus helemaal geen flikker van. J.O. J.I. kan ook. Ik snap het gewoon niet. Oh, hier moeten we heen. Volgens mij zit ik in de goede trein. Oh, other side. Helemaal aan de war. Nee, ja zeg. Zal ik ook de Ebisu? Ik snap er helemaal niks van. Ik hoop dat ik de goede heb. We kunnen niet meer terug. Terwijl ik alle zeilen bijzette om Yannick te pakken, deed hij ook alle moeite... Yannick ging precies de andere kant op. Nou ja, sorry, deze Tokyo noob weet niet dat er allemaal verschillende sporen zijn. Dus Yannick, you did it again, man. Woo! Op de laatste plaats staat Kelly Boy, a.k.a. ik. Op de derde plaats staat Ruud. Jo staat op de tweede plek en Yannick staat nog steeds op de eerste plek. What the... Dit is de laatste keer dat we een tussenstand krijgen. Dus vanaf hier is het gewoon tot het eind ga ik jullie niet meer spreken. Hou vol, kinders. Love you. Love jullie. Daag. Ik besloot achter Jojo aan te gaan. Omdat ik op mijn telefoon precies kon zien dat ze bovenop een gebouw zat. Ja, jongens, de techniek van tegenwoordig. Echt niet normaal, man. Jo is ergens hier. Lekker in het zonnetje zitten. Genieten.
denk dat ze in een soort sky bar, sky lounge is. Ik denk dat ze daar is. Heel ik mijn muts afgezet. Het is echt heel heet. Ik krijg echt een jeukoofd. Ja, we gaan er gewoon voor. Pak me dan, als je kan. Oké. Hey. Nee, even niet. Niet ik. Je kan nog wegrennen. Wat een uitzichtje heb jij uitgekozen. Jojo, gepakt. Omdat ze rustig van het uitzicht zat te genieten. En geef er eens ongelijk. Inmiddels waren we al 18 uur aan het rennen en vliegen. Iedereen was kapot. Lopen werd steeds lastiger. En mede daarom had Jojo vrij snel weer iemand te pakken. Leef jij nog? Ja, ik kan alleen niet meer lopen. Lekker plekje uitgezocht zo. Kunnen wij hier gewoon niet zitten? En dan gewoon elkaar dat overtikken. Zij waren niet de enigen die op waren. Want ook ik besloot uren tegen een boompje aan te zitten in de hoop dat niemand me zou pakken. Dus ik ben toch maar weer gaan wandelen. Want ik dacht, ja, laatste 2 uurtjes. En ja, dat bleek de zoveelste slechte keus. Ik wil eigenlijk eindigen op het kruispunt. Op precies dezelfde plek als waar we begonnen. Dat lijkt me gewoon grappig. Hey. Is het? Ja, goed. Zoling aan het park, dacht. Loop gewoon alvast richting het kruispunt, dacht ik. Terwijl de avond aanbrak en de zon zakte, ging Ruud er weer vandoor. De laatste uurtjes heb ik echt mijn best gedaan om nog iemand te pakken te krijgen. Maar iedereen had inmiddels door dat de beste plek om te gaan zitten het hart van de stad was. Hier waren zoveel mensen, verdiepingen, gebouwen, dat de kans minimaal was dat ik nog iemand zou kunnen tikken. Tokio, je hebt me opgeslokt en uitgespuugd. Ik was zeker niet de winnaar, maar wie is geëindigd op plek 3, 2 en 1? De 24 uur waren om. Tijd voor de uitslag. Willen jullie weten wie eerste is geworden? Ja. Ja. Yes. Een nachtje op dit hotelkamertje. En 1000 euro. Is goed. Het was zo close. Ja. Echt serieus? Ja. Hij wint het echt dik vooruit. Nee, ja, tuurlijk, jongen. De nummer 2 krijgt 500 piek. Is toch best aardig. Ik hè? Hey! Ah, Rietje, man. Rietje. Hier is het. En dan, tot slot, wie was het langste tikker en eindigt dus onderaan? Diegene moet namelijk slapen in het goedkoopste hotel van Tokio. Volgens mij ook al mensen. Hadden we maar iets beter ons best moeten doen.